Goedemorgen en welkom bij onze eerste vlog. Vandaag is het 9 februari en dat wil zeggen dat wij naar Zuid-Afrika vertrekken. Dat wil ook zeggen dat het de laatste keer was voor de komende 3 maanden dat ik in mijn eigen bed ben wakker geworden. En mijn badjas nam te veel plaats in, dus ook de laatste keer dat ik mijn favoriete badjas heb aangehad. Welkom bij onze eerste vlog. Welkom op ons avontuur naar Zuid-Afrika. Het is vandaag 6 februari en we zijn bij Jolien thuis. En Jolien maakt er al een beetje zorgen over onze administratieve kant van onze stage. Thibaut heeft weer veel te veel gedaan. Het was niet zoveel. En waarvoor we hier eigenlijk zijn, is omdat we al het materiaal aan het verdelen zijn dat we willen meenemen naar Zuid-Afrika. We hebben dus voor ons elk een stapel gemaakt. En we hopen dat het in ons valies gaat bijraken, want we mogen elk 2 keer 23 kilo meenemen. We weten op dit moment nog niet zo goed hoeveel dat exact is. Maar kijk, zo'n stapel wordt het ongeveer per persoon. Voilà. Dus 6 februari vandaag, dat betekent nog... Hoeveel keer slapen? 3! Nog 3 keer slapen en we vertrekken naar Zuid-Afrika. Voilà, we zijn aangekomen in Zaventem en ze zijn al aan het boarden, dus we mogen zo meteen al op het vliegtuig. En zo, waar gaat onze reis naartoe? Naar Wenen eerst. Ja, we gaan eerst naar Wenen. Ah ja. Het staat dus ook op bewijs. Ja, we moeten eerst naar Wenen. Daar moeten er eventjes wat mensen bij. En daarna gaan we naar... Addis Abeba. Addis Abeba, Ethiopië. Daar stappen we over. Ja. En daarna vliegen we eindelijk naar Zuid-Afrika. Onze grootste vraag nu is... Gaat het lekker eten zijn op het vliegtuig? Want we hebben allemaal honger. Ben je goed in dit? Voilà, we zitten op het vliegtuig. Yeah. We vinden het een beetje een lelijke kleur van zetels. Maar we hebben kussens. Maar we hebben kussen en verse. Maar ik vind het niet zo'n goed teken. Nee, het zit in de was. Zo heeft wel het een dutje gedaan. Maar het is tijd om te eten. Ja, ja. Wat denk je dat gaat zijn? Ik ruik kip. Is niet lekker? Gezond? Dat hebben we niet graag gezond. We zijn geland in Addis Abeba in Ethiopië na een hele lange vlucht. Alles is goed verlopen, we moesten wel nog eens door de douane en nu zitten wachten voor vlucht 2. Yeah. Alles dat van Zoe. Han heeft kunnen slapen. Nee. Niet. Ja. Onze bagage, yay! Ik ga ook eens naar de wc.
Oké, we zijn op de luchthaven. We hebben al onze bagage. We gaan straks nog achter een andere simkaart, zodat we hier een telefoonnummer hebben. Maar ik hoop dat we alle bagage in de taxi gaan krijgen. Want het is 15 van hier, hebben we niet. Heel erg. Dit moet er allemaal in. En wij ook nog, liefst. En wij ook nog. Hallo. Sorry. We hebben een probleem. Ons kan niet Afrikaans praten. Nee, ons valies kraken je niet. We moeten nu nog wachten op een tweede taxi. Hij heeft zijn vrouw gebeld. Omdat ons bagage er niet in geraakt. En ik was al meteen langs de verkeerde kant gestapt. Dus. Want ze rijden links, jongens. Ze rijden links. Zoveel valiezen. En dat is onze taxichauffeur. Chris. Tibo, ja. Ben jij aan het doen? Nee, nog niet aan het trainen, want we zijn echt aan het doen. En we zijn weg. Voilà jongens, we zijn er eindelijk. Wellington, Zuid-Afrika, in B&B La Rochelle. We zijn eindelijk aangekomen. We zitten momenteel zonder elektriciteit, dus er is geen elektriciteit, wat wel eens vaker gebeurt. We hebben ons helemaal kunnen opfrissen. Hanne en ik slapen op deze kamer. Kei leuk. Kijk, ik heb het grote bed. Haha, al in het kleine bed. We hebben kop op munt gedaan, dus het was wel eerlijk en we gaan ook nog wisselen. Beloofd. En dan een badkamer. Ik weet niet of je er veel van gaat zien, want het is redelijk donker. Kijk, we zijn super, super tevreden. Ook Corita is de allerliefste vrouw die ik ooit in mijn leven al ben tegengekomen, want ze zorgt hier super goed voor ons, ze voorziet alles voor ons, ze is hier echt super. We zijn kei blij dat we hier zijn. We zijn hier trouwens ook niet alleen. Er zijn hier nog twee Limburgse studenten, Caitlin en Toon. Zij zijn hier voor 4 maanden en zij lopen hier ook stage. En zij verblijven hier in hetzelfde, zolang wij hier ook zijn. Dus superleuke mensen, we hebben ze al leren kennen. En we zien dit helemaal zitten, want het is hier echt, echt, echt fantastisch. Morgen als we zwemmen, tonen jullie het zwembad, want we hebben ook een zwembad. Maar het is echt te mooi om waar te zijn. B&B La Rochelle, top. Chaka. Chaka. Ja. Dat is schattig en zeg. Hoe heet uw nieuwe vriend? Chaka. Chaka. En hij vervangt dus mijn poes, Tabasco. Die moet missen. Voilà, dus voilà, de mama en huis. Papa van Hanne. Tabasco is ja. Al vervangen. Mijn zus gaat boos zijn nu. Daar zie je die Corita. De plantjes aan het water. De plantjes aan het water. Ja, we moeten een beetje voorzichtig zijn met het water. Bezuinigen. Het is bezuinigen. Ah ja, dat moeten we tonen. Maar nee, maar dat gaan we pas morgen tonen. Als we gaan zwemmen. Wellington, Zuid-Afrika. De African dance, jongens. Waar jullie allemaal op gewacht hebben. Wakka wakka, hey, hey. Tell me now, Mina. Tambelinga. This time for Africa. We gaan pizza eten. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Waarschijnlijk drinken. In Zuid. Wijn. En weinig geld uitgeven. Ja. Ik denk gisteren een wijnproef, dat was 3 euro. Smakelijk. Als die daar een toerist zijn, dan gaan we naar een bank. Dan weten ze dat we geld willen. Zo, smakelijk. Dank je. We zijn begonnen aan ons avondeten. We zijn eigenlijk bijna klaar. En bijna iedereen is klaar. En het is het eerste lekkere eten dat we eten in 24 uur. Want dat op vliegtuig was echt niet eten. Corita is echt de max. Vriendelijkste mens dat ik ooit al gezien heb. En morgen om 10 na 7 moeten we klaarstaan om naar school te gaan. Want ik ben kei lekkere pizza, maar ik ben hier dus nog alleen aan het eten. Want we ruimen niet blijkbaar af vanaf dat je gedaan hebt met eten. En ja, kijk, zie. Gezellig, smakelijk. Onze eerste dag is bijna gedaan. Iedereen slaapt al. Maar wij willen nog eventjes slapen als eten. Wacht, waar slaapt wel in het Afrikaans? Slaap je slaap? Slaap je slaap. We weten dat niet. We kunnen helemaal nog geen Afrikaans. Slaap je slaap! Was je al lekker aan het slapen?
Ja, oké. Okay. Zeg, dank jullie wel om te kijken naar onze eerste vlog. En als jullie nog meer willen, onze avonturen in Zuid-Afrika zitten er nog lang niet op. Tot de volgende! Slaapie slaap!